Opnieuw welkom van op Ipanema. We zijn toch allemaal een klein beetje triest, want het moment was daar en we hebben het niet genomen eigenlijk. Hè? Is dat een... Ja, dus je verwacht. Maar goed, we hebben gisteren ook gezegd, eentje die achtste finale door was, dan moet je niet ontgoocheld zijn achteraf. Dat je nu ontgoocheld bent, is de normaalste zaak. Daarom lopen die pleinen ook leeg. Maar morgen zal je beseffen van oké, je hebt de laatste 8 gehaald op een WK. Eigenlijk het eerste grote toernooi in jaren. En dan ga je dat heel anders benaderen. En hier moeten ze weer uit leren en de ervaring meenemen naar een EK. Waar je ook sneller tegen grotere landen gaat spelen. Want je hebt dan wel een kleiner toernooi. Dus. Maar dit is gewoon een heel goede prestatie. En dit moeten ze meenemen naar de toekomst. Hij is toch nuchter, hè? Ik ben het wel helemaal met hem eens. Hij is nuchter, ja? Maar dat deel geloof ik ook wel. Dus ik ben niet voor het volledig laten vallen van onze duivels. Ik vind dat ze iets goed gepresteerd hebben. Ze hebben hard geknokt. Maar ik ben het wel met je eens. En ik ben het ook met jou eens. Je hebt een jonge ploeg met Origi. Je hebt een aantal mensen die daar opgestaan zijn in dit WK. Helemaal onverwacht toch wel, moet je willen. Mots toch nageven. Hij is erin geslaagd om een hele vaste, hechte ploeg met een aantal verrassingen toch naar voren te schuiven.